Oh yeah, daar zijn we weer, dames en heren. Welkom terug bij Ark Extinction. Lost Extinction Core. Ik moet nog even wennen aan hoe of dat wij dit seizoen hebben genoemd. Maar Kletsie, waarom sta je hier zonder gear? En zonder base? Oh mijn god, ik ging online om de thumbnail op te nemen. Ah. En er was een alpha. Daadwerkelijk in mijn base. En hij heeft alles vernield. Een thumbnail op te nemen. Om een thumbnail te maken. Ik moest natuurlijk een screenshot hebben. Voor de thumbnail van de vorige video. En oh mijn god. Ik dood. Base kapot. Maar het belangrijkste. Het allerbelangrijkste is. Precious heeft het overleefd. Oh sweet sweet Precious. Oh. Precious, ik weet niet zo heel goed wat ik met je aan moet doen. Kan het zijn dat je voet laag is? Je hebt toch eten? Oh, nee, maar het is maar 20 omlaag. Melee damage, denk ik. Hij heeft mijn vlees bij zich, zodat het niet zo snel spoilt. Yep. Maar alles is kapot. Alles was weg. Oeh, matchups. Wat wil jij? Rare flower. Hebben we rare flower? Nee, want we hebben nog geen... Nee. We hebben nog geen rare flowers. We wonen hier wel bij de swamp. En in de swamp zijn waarschijnlijk rare flowers. Maar daar is ook een baryonyx. Oeh, baryonyx is geen verkeerde team. Ook om een of andere reden. Ik weet absoluut nog niet hoe dat kan. Heb ik vanuit het niks 26 levels erbij. Ik heb gekeken of er een command is om dat weg te halen. Maar nee. Er is alleen een command om XP toe te voegen. Dus we hebben het ermee te doen. Wel loopt hier. Eigenlijk moeten we eerst een keer maken. Een alpha dodo. Are you kidding me? Is een alpha dodo aggressive? Of kunnen we die passive tamen? Wild male. Prime dodo. Oké, maar die kunnen we in ieder geval niet passive tamen. Wat zijn dit dan? Dit zijn allemaal prime dodo's. Are you kidding me? Een strand vol met prime dodo's. Oh mijn god, dit is gewoon het hoogste level. Dus die heeft die gloed om zich heen. Omdat die geboost wordt. Die hebben gewoon een pack bonus. Oh, ik denk niet dat we daar ruzie mee willen hebben. Inmiddels is... Oh mijn god, daar loopt ook een cocoon. Volgens mij is die cocoon wel agressief. En volgens mij is die bronto goed bezig met opgroeien. Denk ik in ieder geval. Volgens mij ben jij al volwassen. Hij loopt in ieder geval al wel... Oh, hij is al volwassen. Hij is maar level 50. Maar doe maar. Volgens mij zijn deze trashy turkeys wel agressief. Nope, ook niet. Wild turkey, level 180. Ik weet niet helemaal meer wat het verhaal was van die turkeys. Maar, yep, het is een turkey en hij loopt hier rond. Hij is gelukkig niet agressief. Dus voor nu lijkt het enigszins wat rustig en wat veiliger hier bij ons. Alleen, yep. Als we kijken naar onze stone of onze reinforced dinosaur gate. Alpha's. Schadigen ook steen. Helaas hebben we nog geen andere resources om onze base mee te herbouwen. Overigens, ik heb hier een architect bench neergegooid. Daar heb ik alles in gedaan wat we nog hadden. En dat valt nogal tegen. We hebben 169 metal. Ik dacht dat we veel meer metal hadden. Wel hebben we veel thatch, wood en extreem veel fiber. Maar verder, hoe komen we aan... Carno. Eitjes. Zal ik die opgepakt hebben van het strand? Ik weet het niet zo heel goed meer. Maar goed. We hebben niet zo heel veel meer. Ik denk dat Precious en ik nog een keertje naar de overkant moeten. In de hoop dat we niet weer aan worden gevallen door een alpha. Oh, ik wil niet. Nee. Laat me eerst eruit. En dan doen we de cape weer dicht. Oké. Oh, dat heeft ook helemaal geen nut, want er staat nou helemaal niks meer in. Maar wij moeten nog een keer metal run doen en stone run. We gaan in ieder geval niet te dicht naar die baryonyx toe, want ik denk niet dat onze Precious het wint van de baryonyx. Maar de gevaren die er nu om onze base heen ontstaan zijn. Oh, en we hebben ook nog steeds geen keer gemaakt. Maakt niet uit, we doen zo wel weer klad keer aan, want dat ziet er een stukje beter uit dan zo in onze onderbroek rondrennen over het strand. Maar goed, ik ga denk ik een lading stone. Grinden. Een goede hoeveelheid stone. Dan gaan we in ieder geval iets van een hutje neerzetten. Want zoals we dus nu hebben ontdekt. Ons thatch hutje is gewoon niet voldoende om ons te beschermen. En Precious, damn, wat zwem jij traag. Loop maar over de bodem heen. Volgens mij ga je dan sneller. Precious is voor ons voor nu een dino die ons heel veel waard is geweest. Maar verder is het natuurlijk geen
Geweldige Nino. Oh, en alles wat we verder naast pressies nog hebben getempeld. We hebben best nog een veer getempeld. We hadden natuurlijk een Parasaur die ons best wel verder had kunnen helpen. Die hebben wij 100 pressies gepressiveerd. En het mocht niet baten. Waar waren die Metal Fiends? Oh, zijn die nog niet gerespawned? Oh, jawel, jawel. Hier zijn ze. Ik zag gewoon niet goed. In ieder geval. Ik weet dat ik moet wat resources grinden. En een beetje van dat soort dingen. Laten we in ieder geval een broek en een muts op doen. Dan hebben we in ieder geval weer een beetje wat aan. Bescherming biedt het ons toch niet. En ik denk dat wij die levels ook gewoon maar moeten applyen. Gezien ik ze niet weg kan halen. En ik ook niet weet waar of dat ze wegkomen. Ik heb ook niet veranderd aan de server. Dus ik heb geen idee. We gaan... Oh, crap. Dit is zo laggy als ik weet niet hoe. Oh, oké. Dit doen we ook off camera. Wow, dat was een hele grind. Wat is dat laggy? Oh, dit is de must-chops. Laten we naar mijn stats in ieder geval gaan. 200 health, 150 stamina. Nou, heel veel is er ook niet veranderd. 26 levels verdwijnen. En je blijft niet heel veel van over. Ik heb natuurlijk wat weight toegevoegd. Melee damage, movement speed. Eigenlijk alles... Stamina. Nou, bijna alles. Maar laten we in ieder geval even kijken naar de engrams. Wat dat ons heeft gegeven in de engrams. Want wij waren level 31. Oh, de hatchery. Maar daar zijn we eieren voor nodig. Backpacks. Oeh, dat is nog wel een goed idee. Ik denk niet dat wij al pelt, hair or wool hebben. Dat denk ik niet. Ghillie suit. Yep, we gaan ons gewoon verstoppen voor alles wat er dat maar rondloopt. Oeh, de climbing picks natuurlijk. Laten we ook gewoon alle engrams in ieder geval aanzetten. En ik snap niet waarom dat niet standaard aan kan blijven staan. En hier waren wij. Level ghillie suit. Yep, die hadden we gezien. Climbing picks hadden we gezien. Oeh, long neck rifle. Simple rifle ammo. En hier hebben we natuurlijk de vacuum soorten. Die mod zit er ook in. Jar of pitch. Lijst het target. Oké. Geen idee waar dat wegkomt. Misschien is dat zelfs op base game. Refertilizer natuurlijk voor in de hatchery. Dat zijn we ook nodig. Oeh, de nanny. De farmer. De gardener. Die zijn wij allemaal heel en heel hard nodig. Het is bijna wel jammer dat we zo snel vooruit zijn gegaan. Want ik vond de grind voor de levels vond ik wel extreem leuk. Oeh, net projectiles. Ik denk overigens dat we alvast niet kunnen polaren. Dus dan zullen we eerder een net projectile nodig zijn. Maar dit zijn we nog lang niet naartoe, want wij hebben geen eens een stenen hutje. En nog steeds zijn er veel engrams die heeft dat weer niet unlocken. Base game functie van auto unlock all engrams werkt erg slecht. Werkt gewoon slecht. Oeh, zipline anger. Oh yes, daar hebben we niet zo heel veel aan in waar we nu wonen. Maar we zullen ook naar een andere base toe moeten. Misschien moeten we ook wel op zoek naar een flyer. In ieder geval. Ik ga beginnen aan de resource grind. En dan zijn wij er zo weer met hopelijk genoeg stone om enigszins een hutje te gaan bouwen. Maar zoals jullie zien, de rates op de server zijn niet al te hoog. Dus dit gaat heel eventjes duren. Oké. Het rustig farmen is niet meer zo rustig farmen. Precious hier is in gevaar. Oh. Oh, we hebben ook nog last van de Ichthyornis en de Pegomastax. Zag ik daar nou drie kibbel? Ik heb geen idee wat die Pegomastax nou weer van ons heeft gestolen. Maar wij zijn te dik. Die kan weg. Die kan weg. Met je bed wil ik bij me houden. Gezien alles en iedereen wat van ons aan het stelen is. Je krijgt er een beetje bij je in je weight. Oké. Die Pegomastax die steelt wel van mij. Oplichterij. Vlucht onder water. Pegomastax. Dat was een Ichthyornis. Geen Pegomastax. En we zijn weer aan het vluchten onder het water. Het is ook bijna nacht, dus we zullen de nacht nog heel even door moeten kruiden. Maar dan gaan we op ons... Oh, hij kan zelfs hier onder water bij ons komen. Wat een oplichterij. Kunnen wij onze bola ook gebruiken nu op dit moment? Ik denk niet dat we hem kunnen raken, want dit is niet te besturen op deze manier. Holy damn. Wordt die unbola zo gauw die het water raakt? Ik heb geen idee wat daar gebeurde. Oprecht geen idee, maar hij blijft daar stil hangen. Dan valt hij ons even niet lastig. En daar zie ik iets wat mij heel, heel erg interessant lijkt. Ik weet ook niet waar ik mijn drinkarrows heb gelaten, maar daar is een PTE. En ik denk dat het PTE ons verder kan helpen hier enigszins in deze super difficult map. In deze super difficult mod. Wat? Ik denk dat wij met een flyer misschien enigszins crystals zouden kunnen vinden. En dit, wat ik zeg, de nacht... begint. Dus misschien moeten we heel even zo doen. Misschien kunnen jullie dan nog enigszins wat zien. Mijn pijlen. Waar zijn mijn pijlen? Ik heb toch... Trank
tankpijlen. Oh mijn god, we hebben nog 98 tankpijlen. Oh, waar is die PT1? Oh, het lijkt hier ook nog rustig. Oh mijn god, wat doe je met je arm? Hebben we geen mogelijkheid om te zien hoeveel torpoeven we doen? Schijnbaar is dat ook niet nodig. Precious, hebben wij prime meat? Ah, really? Really? Ik denk niet dat de PTE Kibble Dodo Egg eet. Dus, yep. Let's go. Die PTE, dit is natuurlijk een nieuwe PTE, want dit is Basecamp PTE. Die gebruikt natuurlijk alweer het nieuwe Kibble System. En wij zitten nog op het oude Kibble System. Ik heb geen idee of die gaat temmen met 34 vlees. Ik heb oprecht geen flauw idee. Blijf daar, kip. Oh... Thanksgiving diner. Niet doen. Geen doen. Nou, dit is genoeg nu. Klaar. Laat me met rust. Laat me hier rustig kijken of mijn PTE enigszins iets wil eten of niet. Hij is nog met 20 food down en zijn torpo gaat wel down. Hij is ook maar level 50. Ik denk ook niet dat wij er super veel aan hebben. Maar, iets is beter dan niets. We zijn in ieder geval nu hoog genoeg level om hem een zadel te geven. Dus, that's a thing. En ik moet ook nog steeds die Ichthyonix en die Ichthyonis en die Pegomastax enigszins zien te verwijderen uit de map. Oh, die stomme stildingen. Nu hebben ze gelukkig niks belangrijks gestolen, maar anders was ik nu dus een uurtje aan het grinden geweest op wat resources. En dan had ik niks om te laten zien omdat zij er van mij hadden gejat. Dus dat is niet de bedoeling. Dat was gelukkig maar een Oviraptor. Ik schrok ervan. Waar is Precious? Kom hier. Kom. We moeten jouw inventory uitzoeken, jongen. En misschien kunnen we dan enigszins wat herbouwen. We kunnen het in ieder geval proberen. Kom maar. Precious, je bent geweldig. Je bent een held. Ah, oh, sweet. Wacht. We hebben deze. Advanced transfer. Ga maar terug naar basic transfer. Short set, must jobs. En 20 items transfer. Nou is Precious in zijn inventory erg mooi leeg. Een follow. Kom, jij moet hier gehakt. Want stel dat er nou in één keer weer een Alpha Capra Snuggers komt. En wauw, wat is het hier donker. Deze map in de schaduw. Precious. Be safe, I hope. Oh, hoe gaat het met onze PTE? Gauw even checken of hij al wat heeft gegeten. Weet ik even ongeveer hoe lang of dat het duurt. Stomme kip. Laat mijn PTE team met rust. Hij heeft nog steeds niks gegeten. Meen je dat nou? En zijn torpoer is alweer gedropt. Holy damn. Damn, dit gaat veel werk worden voor een level 50 PTE. Eet, je hebt 50 food down. Hij heeft één keer gegeten. Waarom kan ik zijn bar nou weer niet zien? Waarom kan ik nou zijn bar? Ik zit vast op zijn vleugel. Oh, ik mag aan alle kanten. Oké, 14%. Dus hij is genoeg vlees nodig. Dat komt wel goed. Oh, wauw. Daar zijn we weer. Wat een grind. Maar we hebben een hutje. Oh, het is maar een... Een utje gewonnen, want oh my damn, die grind is real. Wij zijn dino's nodig die voor ons kunnen farmen, want die Precious die farmt Thatch als een beest, maar hout valt tegen en steen valt, farmt die helemaal niet. Ik had hier graag nog een dubbele stone ceiling willen doen en de eerste laag op het platform ook stone ceiling. Maar ik dacht, hey, wat is nou veiliger dan iets wat te hoog is voor de alfa's om aan te vallen? Ik weet niet of dit veiliger is of niet. Maar volgens mij, zolang er maar één pilaar overeind blijft, blijft de platform bovenop ook overeind. En, yep. Hier ligt de PTE KO. Is dit een andere PTE? Ja, absoluut. Die PTE die we daar de KO hadden liggen van level 50, die is kapot. Hoe kan dat? Nou, ik was hide nodig en we gingen met Precious vielen wij dodo's aan. Toen werd deze turkey die werd boos, die heeft ons gechased. En gelukkig kregen we Precious net op tijd binnen. Net op tijd. 128 live over Precious. Had ook Lucky kunnen heten. En deze Sarko. Die heeft ook geprobeerd die turkey te vernielen. Dat is hem niet gelukt. Dus dat is free loot voor ons. Denk ik. Let's go. In ieder geval wel hide. Want we hebben onze hatchet nou inmiddels al voor de tweede keer gerepareerd. En hij is al bijna weer kapot. Meen je dat nou? Oh damn it. Dit is geen... Wacht. Stop die hide. Geef me die prime meat. Oh. Helemaal niet bij nagedacht dat de Sarko ook prime meat kon geven. Maar we hebben in ieder geval twee prime meat. Dat kan in deze PT. Deze PT is ook in ieder geval level 200. Dat is alweer een stukje beter. Als die level 50 die op dat we hadden liggen. Maar houd ook in dat de timer veel langer duurt. En wat? Fuck. Wordt het nu weer mistig?
Daar is ook weer een Alpha Caprocygus. Ik heb nog geen spuiklaars, kunnen jullie dat niet laten zien. Maar daar, net links van die Bronto, daar was een Alpha Caprocygus. En damn it, ons leven hier is zwaar, is moeilijk. Oh, ik zou niet weten hoe we dit anders zouden moeten omschrijven. Maar dit is ons hutje. Hier hebben we Smitty. Hier staat onze Architect Bench. En die hebben wij veranderd van default naar primitive. Vind ik er veel mooier uitzien. We hebben een campfire, we hebben twee refining forges. En een goed uitzicht. Normaal, als het niet zo mistig zou zijn geweest, hadden we een goed uitzicht. Oeh, daar is ook nog een kikker. Ah, ik heb gewoon geen idee. Ik weet wel dat we in die mist in ieder geval niet gaan opnemen. We moeten nog even wachten tot in deze PT enigszins zin heeft om getemd te worden door ons. Oeh, dat prime meat werkt wel een heel stuk beter. Maar ik denk niet dat we bij macht zijn om een Bronto of een Sarko aan te kunnen nu. Dus, yep. Gewoon wachten. Gewoon wachten. Ik ga nog even wat kruinen, nog even wat toevoegen aan het huisje. En dan zijn we er zo weer. Oh, alweer afgeleid. Het kan ook niet anders. Ik rende hier rond en er lag hier, of er was hier een PTE level 200. Ik had niet goed gezien of die wij aan het temmen waren, daar een male of een female was. Ik hoopte dat dat een female was en dit een male, maar ze zijn beide male. Dus deze mag wakker worden als die dat overleeft. Maar wel zag ik hier een female dodo. Een female dodo! Eitjes, kibbel. Yep. Hier loopt nog een female dodo. En ik denk dat dat een male dodo is. Maar daar ergens zwemt natuurlijk een baryonyx. Dus ik weet niet hoe verstandig dit is. Ik hoop dat een baryonyx bolable is. Ik hoop het. Ten eerste was die andere dodo nou weer een. Oh, zoveel bosjes hier. Je raakt de dodo's gewoon makkelijk kwijt. Ik hoor hem nog wel. Ergens. Of is dat die ik hoor? Mrs. Dodo. Ah, hier, in de schaduw. Verstopt in de schaduw, want die schaduwen die zijn hier ook echt wel heel erg donker op deze map. Oh, misschien was de jungle niet de beste plek om te gaan wonen. Als het goed is, kunnen we ze wel super snel achter elkaar voeren. Dus zouden ze zo getemd moeten zijn. Deze is als eerste, die zal wel het laagste level zijn. Oeh, level 90 is het laagste level. Maar ik denk dat bij een dodo het niet zo heel veel uitmaakt welk level of dat die is. De eerste is in ieder geval van ons. Die mag ons gewoon volgen, terwijl wij de rest proberen te temmen. Oh, 48%. Dat gaat nog niet super snel. Maar deze, is dit wel een mail? Ik heb niet eens gekeken of dit wel een mail is. Oh mijn god, er zijn alle drie female. Oké, drie keer eitjes leggen. Het is alleen maar positief. Het is alleen maar een bonus. Maar een mateboost geeft volgens mij extra eitjes. Oh, ze zijn echt allemaal female. Oh, kan gebeuren. Kan gebeuren. Als deze twee nou een beetje naar elkaar toe zouden lopen, hoef ik niet zo heel veel in de weer te rennen. Hoewel, dan worden mijn benen natuurlijk wel gespieren van. Dat is goed. Training is goed. 73%. Deze is zo van ons. Volgens mij zijn alle andere PTE's hier allemaal male. Mag ik zien wat je bent? Male PTE. Als het een female was geweest, hadden we die meegenomen. Ook weer voor de eitjes. Oh, die dodo's maken wel kabaal. Oh, 85%. Dit gaat lekker. Deze gaat nog een beetje langer duren. En deze is ook het dichtste bij de baryonyx. Dus misschien moeten we deze gewoon overslaan. En ik moet zeggen, hij lijkt in OBS weer super, super laggy. Terwijl ik in game nog wel goede FPS heb. Geen idee. Crap, ik ben weer die andere dode kwijt. Die liep hier toch ergens? Oh, loopt ze inmiddels daar? Is dit de dode die we aan het temmen zijn? Of is dit dan een mannetje? Oké, dat is een mannetje. Dan nemen we die ook mee. Passive dodo taming. Doen we wel weer off camera. Hier is ze. Oeh, 97%. Die moet er nog één hebben. Daar zijn er straks weer in. Dan moeten we die dodo's maar... oh, damn. Niet te dicht bij de basis, maar ook weer wel. Ik heb geen idee. We gaan het zien wat we ermee doen. Deze hier. Deze. Yes. Nummer 2. We hebben ze. Oké, sweet. Excalor straks, want die zijn wij nodig om kibbels te maken om überhaupt iets wat sterkers te kunnen temmen. En om eerlijk te zijn, die PTE die daar nou nog ligt, dat duurt wel zo ontiegelijk lang. Ik heb het geduld er niet voor. Oh, let's go! Nee, help! Oh, een Alpha Sarko. Oh mijn god. Onze nieuw gebouwde beest gaat eraan. Ik kwam hier terugrennen om te zien wat of dat onze PTE dood had gemaakt. Want die PTE was dood, maar ik denk dat ik erachter ben. Jullie allemaal, kom hierheen. En unfollow. Jij, kom met me mee. Oh. Ik dacht dat ik hem niet had geraakt, maar ik had hem wel geraakt. Oh nee, ik wou die turkey naar onze beest toe lakken. Om te kijken of die turkey misschien die Alpha Sarko voor ons dood zou willen maken. We moeten gauw in ons bed spawnen. Oh mijn god.
terwijl wij hier spawnen wordt onze basis vernield door een Alpha Sarko. Oh, ik heb zo lang gegrind. Nee, mijn dodo's vallen die Turkie aan. Passive, nee. Turkie, dodo's. Nee, kom allemaal hierheen. Als jullie dan toch dood moeten, val dan in ieder geval die Alpha Sarko aan voor mij. Oké, okay, yes. Die Turkie is die Alpha Sarko aan het aanvallen. Oh, onze dodo's zijn dood. Oh, ik weet niet meer hoe dit werkte. Zo, en dan zo. En dan kwam je wel bij je goede inventory. Oh, ik weet weer hoe dat het werkt. Oké, is die Turkie nog in gevecht met die Alpha Sarko? Of is die... What? Die Alpha Sarko is hoog level. Die heeft die Turkie gewoon in no time verslagen. Waar is Precious? Is Precious hier nog? Uh-oh, Precious? Is Precious ook dood? Heeft Precious ook die Turkie aangevallen? Oh, wat moeten we nou doen? Oh my god. Oh, mijn dode dodo's. Oh, mijn dodo's zijn alweer dood. Waarom zit het me niet mee? Ik kan niet verder komen zo. Hoe moeten we nu ooit ergens komen als alles wat we temmen meteen doodgemaakt wordt? Oh, ik mag mij gelijk niet eens harvesten. Dat heeft vast weer te maken met Friendly Fire. Oh mijn god, is Precious ook dood? Oh, Precious! Oh, jullie zijn geweldig. Ga daar allemaal maar heen. Ik weet niet meer waar die dodo's zijn. Dodo's, ga daarheen. Daar, bij Precious. Holy damn. Ik heb geen idee wat wij zouden moeten doen tegen een Alpha Sarko. Bij onze base. Oké. Okay. Ah, ik wou zeggen, hij raakt onze base niet meer. Maar dat doet hij nog wel. Oh, die Turkie. Oh nee, die Turkie is wel dood. Waar is die andere Turkie dan? Is die inmiddels ook dood? Ik had gehoopt dat die Turkies ons enigszins zouden kunnen beschermen hier. Hier liep er ook nog eentje. Oh, die is ook al dood, denk ik. Wow! Wat? Hij is maar level 50? Holy damn. We kunnen niet spawnen in ons bed. Respawn random location. Inmiddels zijn we weer dood. We hadden direct een capro-sugus in onze nek op het moment dat we spawnen. Nu kunnen we in ieder geval weer in ons bed spawnen. Wat is dit? Oh my god. Oh, holy damn. Ik weet niet waar de Alpha Sarko heen is. Oeh. Een lekkere loot uit de Turkey. Maar we hebben geen eens... Holy damn. Ik weet niet waar de Alpha... Oh, daar is de Alpha Sarko. Oh mijn god. Ik heb zo lang gekraaid om die base enigszins te kunnen bouwen. En in letterlijke seconden vernielt die Alpha Sarko. Oh, onze hele base. Zullen die Prime Dodo's hem aan kunnen? Ik heb oprecht geen idee. Exit, waarom... Ah, ik wil dat deze beacon weggaat. Daar is mijn lijk in ieder geval op gegeten. Gaat de beacon in ieder geval gewoon weg. Hier niet. Oké, die Turkie die geeft geen speciale loot. Alleen de loot die je uit zijn inventory haalt. Dat is goed om te weten. Oh mijn. Misschien moeten we maar wooden spikes bouwen. En om onze basis heen zetten. Oh, damn it. We zijn alles alweer kwijt. Oh, ik hoop dat ik een screenshot heb kunnen maken van de base, hoe dat het eruit zag op het moment dat ik hem bouwde. Maar ik denk wel dat wij op compleet de verkeerde plek zijn begonnen met bouwen. Nope. Shirt? Zijn we niet nodig. Al onze implants zijn we ook niet nodig. Hij komt er zo weer aan. Misschien moeten we hem gewoon kijken of we hem naar de andere kant kunnen lokken. Laten we dat in ieder geval even weer uitzetten. Kijken of we hem weg kunnen lokken aan de andere kant. Hij loopt nou ook alweer weg. Ik denk dat ik gewoon wat spikes eromheen ga moeten plaatsen of iets in die richting, want dit is niet te doen. Nee. Spike. Wooden spike wall. Ik heb geen idee hoeveel of dat we hiervan kunnen bouwen en waar of dat ik ze wil bouwen. Als het goed is, snap dit ook allemaal wel weer naar elkaar, maar laten we in ieder geval bij het strand beginnen en een muurtje eromheen. Craft field, not enough resources, really. Oh, ook echt, wat missen we daarvoor? Oh, dan kunnen we wel zo kijken natuurlijk. Crafting. Spike. Daar. Als we eentje van willen poelen. Waarom heb ik nu wel genoeg resources? Oh my god, game. Was ik dan toch te ver weg voor de architect bench om te werken? Snap ik die nou wel goed? Nee, die snap ik nog verkeerd ook. Ik moet even weer... Oh crap, we hebben natuurlijk niet zoveel height. Maar ik denk wel dat ik nog heel even wat resources moet
grinden voor dit te kunnen bouwen. Ook zal ik al die tasjes op moeten pakken hier. Want volgens mij is alleen mijn campfire kapot gegaan. Is natuurlijk niet de grootste ramp. En meer had ik hier niet. Oh, er is ook een bed kwijt. Misschien moet ik eerst een tweede bed maken. Ik denk dat het belangrijker is dan dat we spike walls maken. Anders kunnen we niet eens meer respawnen. Not enough resources. We hebben geen hide. Damn, dan hebben we ook geen hide voor die spike walls. Yep, dat is een probleem. Maar veel hide kunnen we hier ook niet farmen. Ik ga wat resources grinden. Of ik ga geen resources grinden. Oh, nee, 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 precious. Oh, pak jij mijn dodo's nou maar. Alpha Sarko, al mijn dodo's maar aan. Laat precious, alsjeblieft, met rust. Die dodo's mag je hebben, precious. Keep running, keep running. Yes, 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 je kunt het. Ik hoop dat hij hier enigszins kan blijven staan. De gate is dicht. Oh, nee, hij raakt zelfs precious in het hok. Ik weet niet meer wat we dat doen moeten. Misschien moeten we gewoon helemaal opnieuw beginnen op een andere plek. Want zoals jullie nu horen, hey, mijn dodo's leven nog. Gaat mijn basis langzamerhand steeds verder kapot. Oh, nee, en mijn resources. Oh, crap, ik val al door het gat in de basis. Ah, daar ging ook mijn respawn mogelijkheid. Holy damn, respawn random location. Een Alpha Sarko, nadat die Alpha Caprosugus de hele tijd in onze bezig rond heeft gehangen. Oh nee, hier spawnen wij net ook. Oeh, is dat nou een hele grote, de Morphodon? Weet ik, ik heb geen idee of die grote zijn of niet. Nee, hier spawnen we net niet, want dit is waar we eerder al wel langs zijn geweest. Toen was het hier in ieder geval een heel stuk rustiger. Toen was het overal op de map een heel stuk rustiger. En oh, hier spawnen we net wel, want daar zagen jullie die Alpha. Of, wacht, dat was geen eens een Alpha, dat was een gewone Caprosuchus. Oh nee. Precious. Alsjeblieft, Precious mag niet dood. Het is de enige dino die we hebben, die nog niet direct overleden is. Oh mijn god. Daar waren de dodo's. Daar waren de dodo's. Die liepen buiten de pen. Ah, damn. Ik hou van de modpack met de challenge. En dit is absoluut een challenge. Ik weet ook niet wat ik nog zou moeten doen. Oh, oké, we zijn moe. Waar wonen we? Oh, daar. Waar woonden we? Die alfa krokodil, die maakt alles kapot. Oh. Oké, Precious staat nog. Precious staat nog. Wow, mijn god. Oh, ja. Hoe kon het zijn dat ik hem niet zag? Hij was gewoon onzichtbaar. Hij was gewoon in spel, in stealth. Ons bed zit nog steeds op cooldown. Ik heb geen idee hoe lang of dit de cooldown van zo'n bed duurt. Oh, waar zijn we nu weer? Moeten we weer die Caprosuchus ontwijken, die dillo's voorbij rennen, alsof het ons allemaal helemaal niks interesseert om weer bij onze basis te komen. Die kikkers hier, die steken ons. Oh, daar is die Capro, daar is die Caprosuchus. Duck and weave, duck and weave. Tussen de bomen door. Misschien springt hij tegen een boom aan. Of misschien moeten we meenemen. Dan kan hij met die Alpha Sarcosuchus vechten. Oh, waarom lijken die namen ook allemaal zoveel op elkaar? Is dit een shortcut naar onze base? Of loop ik nou gewoon rechtstreeks de swamp in? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Oh, yep, dit was wel een shortcut. Kijk, al die beams staan in onze basis. Het is allemaal in, op en onder onze basis. Oké. Ja. Kom maar, Sarko. Ga je dan vechten met mijn spike walls? Vind ik op zich een deal. Als je daardoor afgeleid blijft, vind ik dat goed. Maar ik denk niet dat hij afgeleid blijft door mijn spike walls. En dat hij mij zo aan gaat vallen. Eigenlijk zijn we gewoon. Oh, we moeten Precious hier weg hebben. Of niet? Misschien staat Precious hier wel veiliger als ergens anders. Oh, ik wou niet slaan. Ik wou hem gewoon openen. Mag dat niet meer? Oké, hier zitten al onze resources in. Precious. Je zult het zelf moeten redden. 5. Nee, niet 6. 5. Ik denk niet dat we hem nog gaan krijgen met 95 gewone Trank Arrows. Maar aan de andere kant, hij is maar level 50. En anders hebben wij ook niks. Misschien hier die Prime Dodo's. Misschien kan een leger aan Prime Dodo's een Alpha Sarko aan. Het is mogelijk. Waar is die heen? Oh, daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Oh, het gevecht gaat beginnen. De Prime Dodo's versus de Alpha Sarkozoekers.
Oh, we doen maar 35 damage met onze Torpor Blast. Ik heb geen idee. Ik hoop dat die dodo's hem aankunnen. Die dodo's zijn met z'n drieën. Die zouden toch op zijn minst gewoon één krokodil aan moeten kunnen. Dat klonk alsof er een lijk op gegeten werd. Wat inhoudt dat die dodo's al niet meer met z'n drieën zijn. Nope. Oké. Okay. Drie prime dodo's zijn niet opgewassen tegen één krokodil. Dat is wat wij nu vast hebben gesteld. Hij is nog steeds met z'n aan het vechten. We blijven gewoon op hem doorschieten. We moeten toch iets doen tegen hem. Is die nou gewoon weer teruggelopen naar onze basis? Om daar weer verder te gaan met onze basis te vernielen. Terwijl die ene dodo hem nog aan het aanvallen is. Oh, hij wordt ook niet afgeremd op bomen. Want daar loopt hij gewoon dwars doorheen. Oké, hij wordt een beetje afgeremd op bomen. Oké, dat is goed om te weten. We moeten hem gewoon weglokken. Hij wordt natuurlijk door alles afgeleid. Hier zijn nog weer dodo's. Hij moet gewoon ons blijven volgen. We moeten hem ver weg hebben. Alleen dan kunnen we niet meer deze kant op om nog enigszins iets van resources te farmen. Of nieuwe dodo's te temmen. Want alle dodo's die we hebben getemd, die zijn inmiddels opgegeten door hem. Net zoals de hele beest die op dat wij gebouwd hebben. De PTE die op dat wij bijna hadden getemd. Oh oh, dat valt mij nou weer aan. Oh, dat klinkt als Dilo's en Konde. Hij heeft mij 6480 damage. In één hit. Wat? Oh mijn god. Nu kunnen we misschien wel uit alle item caches gauw al onze materialen trekken. Als wij nog één touch hebben hier. Crafting. Multi. Nee. Omni. Omni tool. Oh, eentje. Ik heb geen idee of hier überhaupt nog resources zijn die wij graag willen. Maar laten we hem naar advanced transfer zetten. En laten we in ieder geval in ons halve hutje gaan staan. Hier is gewoon niet veel meer van over. Presets. Nee. Ik wil uit alle item caches. De rest mag blijven zitten. En ik wil dat jij dat stopt maar in de smithy. En dan gewoon alles. Gewoon alles. Ik wil niet dat er iets verloren gaat. Dat zou natuurlijk wel heel erg zonde zijn als iets verloren gaat. Omdat ik nou vergeet het nog weer te looten. Terwijl wij het eerder al hadden geloot. Oh, alles. Transfer. No source found. Oké, dat is goed. Geen source gevonden. Alles zit nu hierin. En volgens mij was er verder niet zo heel erg bijzonder veel. Van mij zat dit allemaal hier alleen. Ah, damn, wij moeten nou terug. We moeten onze spullen halen. Oh nee, ons nieuwe dodo vriendje. Oh wacht, het is een prime dodo. Geef jij. Wow. Oké, die geeft een dikke loot. Tranquilizer speer. Maar ik denk niet dat die tranquilizer speer anders is dan die wij zelf konden maken. Maar hij geeft in ieder geval wel dikke loot. We hebben geen hatchet bij ons om zijn lijk te harvesten. Want we zijn ook nog steeds ladder nodig. En als hij onze bedden blijft vernielen, dan blijven wij ook ladder nodig zijn. Oké. Sweet. Oeh, wat was dat? Small experience potion? Ik denk niet dat dat onze redding is. Maar het zou ons enigszins kunnen helpen. Er moet nog een tas zijn, want er waren toch 3 prime dodo's. Ah, crap. Hij blijft gewoon dicht weer terug kruipen naar onze basis. Oh, damn it. Oké, dit zijn onze items. Grijp al onze items. We zetten het op een rennen. Ik weet nog niet waarvoor en ik weet nog niet waarheen. Maar we blijven gewoon rennen. Oké, die dillo's. De dillo's zitten achter uw kompje aan. Daar is een. Oh, mijn god, is die er nou alweer? Oh, holy. Oké, we hebben weer geen bed. We hebben weer een random location. Holy damn. Ik had een death count erbij moeten houden deze aflevering. Oké, het is een dodo. Ah, dat is maar een dodo. Oké, ik weet niet waar we zijn. Ik weet wel waar we zijn, denk ik. Nee, ik weet niet waar we zijn. Waarom lijkt alles hier zo op elkaar? We moeten. Daar zijn we net dood gegaan. Hier werden we toen aangevallen door die raptor. Ah. Wat? Het begin van de serie was zo rustig. Was zo weinig dance. Maar nu. Oh. En dat is nog maar één dino. Zwemt hij daar nou in het water? Ik kan het niet goed zien. Daar is een dimorph. Waarom lijken die dimorphodons zo groot? Dit is een PT. Dat is een normaal formaat. Maar deze dimorphodon lijkt toch super groot? Is dit dan een alpha dimorphodon? Ik heb ook geen idee waar die dimorphodon mee aan het vechten is. Volgens mij is die dimorphodon aan het vechten met een schildpad en is die. Oké. Pijlen.
Nooit wat mis mee. Of is iedereen met die kalkoen aan het vechten? Of iedereen met de schildpad? Ik heb geen idee. We gaan er gauw weg. Hey, Vestasol Fog Remover. Die Vestasol Fog Remover die werkt. Alleen af en toe moet je hem opnieuw plaatsen. En dat was ik vergeten. Oh nee, er zijn ook weer Ichthyornissen, want ik heb nog steeds niet de serverfiles gefixt. Oh, we moeten onze spullen weer hebben. Oh nee. Dan loopt er ook nog weer een gewone Capro tussen ons en onze spullen in. En dan ren ik hier wel door het water, maar een Caprosuchus is natuurlijk veel sneller in het water. Oh nee, we gaan alweer dood. Oh, dit is hetzelfde als die ons laatst ook al pakken had. Is ons bed er weer? Ons bed is er weer. Ik weet niet wat beter is, een random location of ons bed, want beide plekken zijn gewoon niet veilig. Gewoon niet veilig. Ah, zolang Precious maar blijft leven. Precious, jij moet blijven leven. Oh, damn it. Wat is dit? Oké, een lege item cache. Decomposers. Oké, die item caches die blijven wel lang volhouden. Dat is goed om te weten, want ik denk niet dat wij enigszins snel bij onze spullen kunnen komen. Ik zag de Alpha Sarco, zag ik niet hier. Oh, hij zit daar in het water. Hij zit daar in het water. Ga weg. Ik heb helemaal niks om te stelen, dus ga weg. Je mag niet van mij stelen. Oké, zet het op lopen. Oh, rennen. Ren. Run, Forrest, run. In the forest, to the forest, through the forest. Oh, mijn god. Hij is in ieder geval niet meer in de buurt van ons compleet vernielde hutje. Oh, my damn. Oh, Precious, wat zeg jij er nou van? Jij bent de sole survivor van alle vriendjes die dat we voor jou hebben getemd. En jij de enige die het heeft overleefd. Ah, oh, het spijt mij. Ik had misschien beter mijn best moeten doen. Misschien beter op moeten letten. Maar ik dacht daadwerkelijk dat we nu met dit hutje op stelten. Dat wij ergens konden komen. Maar, nope. Nope. Ons hutje op stelten is ook compleet vernield. Misschien hadden we het nog een verdieping hoger moeten maken. Maar, niet aangedacht. Hebben we nog stone? 129. Dat is nooit genoeg. Oh, damn it. Jij hoort daar. En a primitive man in the tip of poison to knockouts, it can break. Oké, die is het dus hetzelfde als die we zelf kunnen maken. Daar hebben we nu ook niet zo heel veel aan. Preserving bin, dat zijn we ook nodig. We hebben nu wel gewone arrows bij ons. Oké, we hebben onze drink arrows ook nog. En ik denk niet dat die small experience potions het waard zijn om nu op te gebruiken. Oh, can also be used on tamed creatures. Dus dan kunnen we die beter bewaren voor als we een tame hebben die wel enigszins iets zou kunnen tegen alle gevaren om ons heen. Oh, damn it. Oh, dit is balen. Maar goed, niks aan te doen. Ik ga denk ik nog weer resources krijgen en alles repareren. Onze vloer weer maken. Extra bedden plaatsen waarop we geen hide voor hebben. We hebben geen hide. We gingen eigenlijk op zoek naar hide. Oh, zo schrijf je het niet uit. Maakt niet uit. We gaan dit lijk oogsten. We gaan nog even weer verder resources grinden. En dan misschien zie ik jullie zo weer. Met dit zielige beeld. Oh mijn god. Als afsluiter. Zullen wij toch de aflevering moeten eindigen? Ik zie nu pas hoe lang of dat we alweer bezig zijn. Oh, ik dacht dat daar alweer een Caprosuchus achter ons was. En het valt me nu pas op. Dat die... Oh, Sarcosuchus ook nog al die... Spikeballs die we net hadden gebouwd, allemaal alweer op heeft gevreten. Dus daar hadden we ook helemaal niks aan. Daarachter zie ik nog wel weer een staart heen en weer gaan. Deze wereld is niet normaal gevaarlijk. En daar is alweer een Alpha Caprosuchus. En de dino's die werden getemd om eitjes te krijgen, die zijn allemaal alweer opgegeten. Oh mijn god, en de resource grinden duurt lang. We hebben hier nog weer een beetje resources bij ons. Dan kunnen we misschien deze beest nou weer wat mee herstellen. Maar voor nu, dames en heren, zullen wij het hier bij moeten gaan laten. Misschien kunnen we dit gat nog in de vloer nog even maken. Stone ceiling. Kijk, dat ziet er al een stuk minder zielig uit. Wow, dames en heren, wat leuk dat jullie weer bij waren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Appetje. Oh.